Goedenavond, welkom bij Ter Zake. De zoektocht naar Jurgen Konings duurt voort. Hoe slaagt een getraind militair erin zo lang onvindbaar te blijven? Ik veronderstel dat hij geen gsm meer bij heeft, maar dat hij wel nog op de hoogte is van de toestand. En dat kun je gebruiken door een kleine radio, waar je maar kunt ontvangen, dus dat niets uitzendt. En ik denk dat in hem geval wel dat hij dat wel zou hebben. We maken een stand van zaken op ter plaatse met Anne van Rentergem en Pieter-Jan de Smet is in de wedstrijd. En na 11 dagen komen Israël en Hamas een staakt het vuren overeen. Wat nu? Wachten op de volgende clash of worden onrechtvaardigheden aangepakt? Rudy Franks zit in de studio. En de BBC ligt onder vuur. Nu blijkt dat het beroemde Diana-interview onder valse voorwendselen tot stand kwam. The interview was a major contribution to making my parents' relationship worse and has since hurt countless others. It brings indescribable sadness to know that the BBC's failures contributed significantly to her fear, paranoia and isolation that I remember from those final years with her. Het is vrijdag 21 mei. Dit is Ter Zake. Er wordt nog altijd gezocht naar Jurgen Konings, de militair die bedreigingen neerschreef aan Mark van Ranst en aan de overheid. Men gaat ervan uit dat hij zich gewapend verschuilt in het natuurpark Hoge Kempen in Limburg. Dat is een bijzonder uitgestrekt gebied, zo groot als 20.000 voetbalvelden bij elkaar. Al 4 dagen wordt daar met man en macht, en dat mag u letterlijk nemen, naar hem gezocht. Anne van Rentergem, jij bent ter plaatse. Wat kun je ons vertellen over het onderzoek op dit moment? Wel, het ziet er naar uit dat de zoekactie nog aan de gang is op dit moment. Je kan het misschien zien achter mij. Wij worden wel op een veilige afstand gehouden op dit moment. Dat is al sinds vanmiddag zo. Het is niet de bedoeling dat er pottenkijkers te dichtbij staan. Dat is duidelijk en daarom staan wij hier een beetje verder. Maar daardoor is het natuurlijk ook moeilijker om in te schatten hoe het precies op dit moment daar aan toe gaat. Maar zeker is dat vanmiddag rond 2 uur we hier toch heel veel voertuigen hebben zien passen. Het gaat om legervoertuigen, gepantserde wagens, heel zware, de zwaarste types die Defensie heeft trouwens, de Piranhas zijn dat. Maar ook politievoertuigen met agenten, maar ook met materiaal. Ik heb ook ontmijningsdienst Dovo zien passeren, de civiele bescherming met honden en zo verder. Dus het was duidelijk dat die toen gestart is en die mensen zijn nog niet teruggekomen. Dus het is allemaal nog aan de gang, maar voorlopig lijkt het toch zonder resultaat. Want hoe verliep de dag dan in zijn geheel? Vanmorgen leek het een beetje alsof het onderzoek in een dipje zat, zeg maar. Men had gisterenavond die uitgebreide zoekactie gedaan. Die had dan geduurd tot iets voor middernacht, maar daar was dan niets uitgekomen. Men had de man niet gevonden. Vanmorgen was dan de vraag, gaan ze hier nog verder zoeken of niet? Het is ook zo dat het gerecht ongetwijfeld een beetje gefrustreerd aan het worden is, want alles was al zo goed onderzocht. Men had geprobeerd via telefonie en dergelijke meer. Maar de man was echt ontraceerbaar. Men had ook verschillende aanwijzingen, sporen in het dossier dat men aan het onderzoeken was. Men landde hier bijvoorbeeld door de auto. Die was achtergelaten op de rand van het bos. Dan bleek ook dat daar booby traps in die auto zaten. Dat zou dus betekenen dat de klink met draden was gekoppeld aan iets wat een hittegranaat kan genoemd worden. Iets wat een steekvlam kan geven, mogelijk gevaar. Dus men dacht ook dat Jurgen Konings een machinegeweer in zijn bezit heeft en dat men schoten van dat type zou gehoord hebben hier woensdagavond. Dus men was echt heel veel aan het onderzoeken, maar zonder resultaat. De man was nog steeds niet gevonden. En dan klinkt de kritiek natuurlijk ook luider. Vragen mensen zich af, waarom gebeurt dit nog allemaal? Wat zijn ze hier nog allemaal aan het onderzoeken? Waarom moet dat met zoveel mensen gebeuren? En het is ook daarom dat in de loop van de namiddag er toch meer officieel
officiële communicatie gekomen is in dit onderzoek. Van het federaal parket bijvoorbeeld, dat echt wou benadrukken. Er worden op dit moment wordt er onderzocht op meerdere locaties. Niet alleen het natuurgebied achter mij dus, maar ook op andere locaties. Dat is mij verzekerd met meerdere methodes. En het is ook zo dat deze man echt als potentieel gevaarlijk wordt beschouwd en mogelijk gewapend is. Dat wilde het parket toch echt wel nog eens benadrukken. Daarom dat men zo hard op zoek is en op dit moment niet opgeeft. Ook de politiek wou dat benadrukken. En dus heeft men ook beslist om nog maar eens een uitgebreide zoekactie te doen vandaag. En dat is dus wat er nu hier nog steeds aan de gang is. Oké, en jij blijft dat voor ons volgen. Dank je wel, Anna van Rentergem. En van politiek gesproken, perfecte voorzet. We schuiven meteen door naar de wetstraat. Want hoewel de bevoegde ministers liever nog niet naar onze studio komen, gaven minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinde en minister van Justitie van Quickenborne wel een korte reactie vanmiddag na hun overleg met het crisiscentrum. Pieter-Jan de Smet, wat hadden ze daar te zeggen? Wel, vanmiddag is inderdaad het crisiscentrum samengekomen met ook minister van Binnenlandse Zaken Verlinde, minister van Justitie van Quickenborne en minister van Defensie De Donder. En eigenlijk zijn ze bijzonder verontrust over de situatie, over de verdwenen militair. Hij wordt nog altijd als een bijzonder gevaarlijk persoon beschouwd, niveau 4. En ook al kunnen ze hem niet vinden en weten ze eigenlijk niet waar hij is, toch blijft het niveau voor het hele land op niveau 2 en wordt het dreigingsniveau voor alle Belgen niet verhoogd. We hebben daarover een reactie van minister Verlinde. We gaan eens kijken. Er is geen aanleiding om het algemeen dreigingsniveau voor het land te verhogen. Maar het is duidelijk dat deze man slechte intenties geuit heeft in de afscheidsbrieven, ook die heeft nagelaten. En het is zeer belangrijk dat we er alles aan doen om de veiligheid van iedereen te blijven garanderen. Intussen, Pieter-Jan, krijgt Jurgen Konings steun op sociale media. Hebben de ministers daarop gereageerd? Ja, blijkbaar is men daar in de wetstraat toch wel bijzonder bezorgd over. En dat heeft ook mede verklaard dat men vanmiddag naar buiten is gekomen, de pers heeft toegesproken, om toch eens goed uit te leggen hoe gevaarlijk zij de man beschouwen. Ze zeggen ook dat hij in de begin van de week is hij in de buurt geweest van de woning van Mark van Ranst. En ja, men is daar toch bijzonder bezorgd over. We luisteren naar een reactie van minister van Quickenborne bij Caroline van den Bergen. Dat er zoveel steun voor hem komt, dat is misschien ook opmerkelijk, toch? Ja, maar ik denk dat het belangrijk is ook dat we goed uitleggen over wie dat het gaat. Het is de enige militair die op die OCAT-lijst staat. Ik heb bijvoorbeeld is gebleken dat maandagavond bij zijn verdwijning in de buurt is geweest van een doelwit, daar meer dan 2 uur heeft rondgehangen en uiteindelijk rechtsomkeer heeft gemaakt. En de dag erna, de dinsdag, is dan de wagen gevonden. Bleek intussen uit het onderzoek dat hij geboobietrapt was met oorlogsmunitie aan boord, met de bedoeling opnieuw om slachtoffers te maken. Ja, de minister verwijst naar het gevaar dat van de man zou uitgaan. Hij staat ook op een terreurlijst. Hoe uitzonderlijk is het dat hij, een militair, op een terreurlijst staat? Wel, van Quickenborne zegt dat hij de enige militair is op die lijst en dat dat dus toch uitzonderlijk is. En dat maakt het ook des te opvallender, Annelies, dat hij met die wapens kon buitenwandelen bij het leger. Daar zal vroeg of laat toch eens een zeer goede uitleg voor moeten komen, die we eigenlijk vandaag nog altijd niet gekregen hebben. Misschien nog even die lijstkaderen, Annelies. Dat gaat eigenlijk over de OCAT-lijst of de lijst met personen die zeer gevaarlijk worden beschouwd voor de veiligheid van ons land. In totaal staan daar zo'n 700 personen op. Een kleine 50 zijn gelinkt aan extreem rechts. Een 13 aan extreem links. Maar de grote meerderheid, 645, worden gelinkt aan het jihadisme. En ja, dat maakt niet alleen de federale regering bezorgd. Ook binnen de Vlaamse regering is men toch wel bezorgd over de toenemende radicalisering. En minister Somers is vandaag met een plan gekomen waarmee hij eigenlijk samen met de Vlaamse regering op het lokale niveau wil inzetten om vroegtijdig radicalisering in te pakken. Er zal ook een
aan te pakken. Er zal ook een beroep gedaan worden op leerkrachten, op jeugdwerkers, op voetbaltrainers, omdat men de situatie toch als zeer ernstig beschouwt voor de hate speech die hier en daar ook meer en meer opduikt. En de politiek hoopt dat zij toch plannen kunnen maken om dat beter aan te pakken en daar iets aan te doen. Dus dat wordt op dit moment ook nog allemaal voortuitgewerkt. Dankjewel, Pieter Jan de Smet, voor je verslag. Hoogspanning dus alom, zolang Konings niet is gevonden, van Limburg tot in de Wetstraat. Het blijft fascinerend. Hoe kan iemand, een goed getrainde militair in dit geval, zo lang onvindbaar blijven? Stijn Falk sprak met een ex-lid van de Special Forces. Wat er nu gebeurt, zit in mijn lichaam. Die spanning die de laatste dagen komen er heel veel dingen boven. Nee, is zeker extreem gevaarlijk op dit moment. Ik zou niet in die mensen een plaats willen zijn die op zoek gaan naar hem. Je stelt je bloot, open en bloot, aan iemand die verborgen zit. Dus je neemt een heel groot risico. En dat doet wel iets met een mens. Steven Gelders heeft het ook gedaan toen hij bij de Special Forces zat. Zorgen dat je dagenlang niet gevonden kan worden. Ook in zeer hachelijke situaties. Maar wel altijd op bevel en volgens plan. Niet als losgeslagen militair. Je mag niet vergeten dat als je plots uit een auto stapt, het bos inloopt, dat je geen schuilplaats zomaar onder de grond kunt maken. En dat lijkt in dit geval ook niet te zijn. Je moet toch ook drank voorzien en eten hebben, want anders overleef je het geen 2-3 dagen. Eten vinden in natuur, dat vind je hier in België zomaar niet. In het geval dat je daar langer in je hoofd hebt zitten en je bereidt je voor, dan kan je een hele tijd wegblijven. De vraag is natuurlijk wat er in het hoofd zit van Jurgen Konings. Extreemrechts gedachtegoed is er zeker. Maar wat zet iemand aan tot afscheidsbrieven, dreigementen en het surveilleren van potentiële slachtoffers? Ik vermoed dat er een andere oorzaak bij komt te kijken. Is dat nu een combinatie van trauma's en bijvoorbeeld drugs, verdovende middelen? Die mix, dat is een hele gevaarlijke mix, waardoor je vooral paranoia wordt. Hè. En dan zie je dingen die er niet zijn en dan leef je in een fictieve en een bizarre wereld. En een hele gevaarlijke wereld. Wat de exacte drijfveer ook mogen zijn, België's meest gezochte man van het moment is op de loop met zware wapens. Hoe dat kan, gaat Gelders verstand te boven. Ik vind het onbegrijpelijk dat dat kan gebeuren. Vroeger moest een onderofficier toestemming krijgen met een officieel document van een hoger officier, de officier van de veiligheid of een compagniecommandant, om een bepaald aantal wapens mee te krijgen. En zeker in geval granaatwerpers. Dat nu een korporaal naar buiten loopt met alles wat hem bij had, dat is onbegrijpelijk. Krijgt Jurgen Konings hulp van buitenaf? Bevindt hij zich intussen misschien buiten het Limburgse natuurdomein? Gelders denkt van niet. Ja, ik vermoed dat het toch niet veel langer gaat duren. Hè. Het kan geen weken meer duren voordat ze die mannen gevonden hebben. Hè. Als dat gebeurt, dan klopt er iets niet. Maar in zijn toestand gaat het vroeg of laat verkeerd aflopen. Acht u hem nog in leven? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Het kan goed aflopen als Jurgen tot besef komt dat het nog altijd de moeite is om zich over te geven. In welke toestand dat hij ook is. Als hij vooral zich focust op zijn kinderen die achterblijven, dan moet Jurgen in staat zijn om alles, de wapens te laten vallen en voorzichtig van zich te laten horen en meewerken met de politie, het leger en de veiligheidsdiensten.
Hoogoplopende spanningen vandaag in Jeruzalem, ondanks het staakt het vuren dat vannacht na 11 dagen van geweld bereikt werd tussen Israël en Hamas. Beide partijen kloppen zich op de borst als overwinnaar. De wapens zwijgen nu dus, in principe. Maar wat verandert dat verder echt op het terrein na al dat geweld van de afgelopen dagen? Deborah Votken. Vandaag is een extra gevoelige dag, want ultranationalistische Joden vieren Jeruzalemdag. De dag waarop Oost-Jeruzalem in Israëlische handen viel. De Palestijnen vinden die viering een provocatie. Ze begonnen vanmorgen stenen te gooien naar de Israëlische politie. Die antwoordde met rubberkogels en traangas tot binnen in de Al-Aqsa-moskee. De hele nacht en ochtend gaan de Israëlische bombardementen op Gaza door. 2 appartementsgebouwen worden met de grond gelijk gemaakt. Er zijn vooraf waarschuwingsraketten afgevuurd. Wie het op tijd hoort, kan nog wegvluchten. Het conflict zal nog niet meteen gaan liggen. Er zijn aanvallen over en weer. Luchtaanvallen op Gaza door het Israëlische leger en raketten op Israël vanuit Gaza. Aan de Palestijnse kant zijn nu al 83 doden geteld. 7 doden vielen aan de Israëlische kant. En ook intern in Israël wordt gevochten op straat. In Jisrael Zarqa, in het noorden van Israël, bekogelden Israëlische Palestijnen de politie. حرباً مسعورة وجرائم حرب وتطهيراً عرقياً يستهدف الوجود الفلسطيني والهوية العربية الإسلامية لعاصمتنا القدس. Niet iedereen kan op tijd vluchten. Volgens Israël zijn de meeste doden in Gaza leden van de radicale groepering Hamas. Maar artsen zien ook veel vrouwen en kinderen binnenkomen. Israël had vanmiddag gewaarschuwd dat het gebouw in Gaza een doelwit was. Internationale media hebben er een kantoor, maar er wonen ook mensen. Niet veel later maakt Israël het gebouw met de grond gelijk. The fighting must stop immediately. I appeal to all parties to cease hostilities now. And I reiterate my call on all sides for an immediate ceasefire. If there is a hell on earth, it is the lives of children in Gaza today. Na 11 dagen zwijgen de wapens tussen Israël en de radicale Palestijnse beweging Hamas. Maar een echte oplossing voor het conflict is er nog helemaal niet. Wel zijn er veel doden. Aan de Palestijnse kant 232, aan de Israëlische kant 12. I'm very happy that a ceasefire has occurred. However, this war and the next one and the one after it are pointless. As long as there will be no political solution, the two nations will continue struggling. Rudy Franks, welkom. Een staakt het vuren na 11 dagen, maar we zagen bij het begin dat er ook alweer spanningen waren in Jeruzalem vandaag. Denk je dat het staakt het vuren stand kan houden?
is moeilijk te voorspellen, maar in elk geval, die spanningen in Jeruzalem, die waren tevoren ook al. Het is regelmatig bij het vrijdaggebed dat er dit soort incidenten kunnen komen. Het is verklaarbaar dat het nu gebeurd is, natuurlijk, omdat ze de Palestijnen daar willen de overwinning opeisen, gaan met Palestijnse vlaggen, Hamas-vlaggen misschien zelfs zwaaien. De politie wil dan tonen dat zij de spierbal nog kunnen rollen. Ja. God, ja, ik vind het vooral significant dat er daarop geen raketten afgevuurd zijn uit Gaza. Dat wil zeggen dat Hamas er op dit ogenblik zeker geen belang bij heeft, voorlopig, om opnieuw het geweld aan te wakkeren. Ja, want er is nu dat staakt het vuren, waarbij de beide partijen eigenlijk de overwinning claimen en zeggen wij hebben gehaald wat we willen. Hoe kan dat? Wel, het klinkt vreemd, maar ze hebben allebei gelijk. Ik bedoel, Israël kan zeggen dat zij van Hamas de groot deel van de ondergrondse infrastructuur misschien vernietigd heeft. Hè. Dat was het doel uiteindelijk. Dat was het doel. Dat is altijd het doel. Dat is nu het probleem. Dat is nu al de vierde oorlog het doel, telkens. En telkens opnieuw is dat maar tijdelijk, natuurlijk. Terwijl Hamas beweert, en ook gelijk heeft natuurlijk, dat zij nu de voorvechter van de hele Palestijnse beweging zijn. Dat zij opgekomen zijn voor Jeruzalem. En wat vooral significant is, dat vind ik wel een belangrijk iets, is namelijk dat er een Hamas-leider beweerd heeft, kijk, er is een staakt het vuren. En de Israëli's hebben toegezegd om Israël te laten rusten. En Sheikh Jarrah, dus waar het om begonnen is, die uitzetting uit die huizen, dat niet doorgaat. Mm-hmm. Kijk, dat vind ik een belangrijker test dan misschien het vrijdaggebed van vandaag. Want het Hoge Rechtshof in Israël moet zich daar nog over uitspreken. Het is uitgesteld omwille van het geweld. Maar de vraag is, gaan zij dat herroepen? Gaan ze dat niet doen of wel? En dat is een belangrijke lakmoesproef, zeg maar, over de, zeg maar, kolonisatiepolitiek die zich afspeelt in Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever. En kan het dat dat in de overeenkomst staat? Want die is brokered, of hoe zeg je dat, tot stand gebracht, mede met de hulp van Egypte. Kan het dat zo is afgesproken? Nee, dat zal nooit formeel daarin staan. Nee, Israël weerlegt dat. Die zegt dat niet afgesproken is, dat daar niet in staat. Nu, het zou me verbazen, moest het anders zeggen. Dus in beide gevallen, wat er achter de schermen beloofd is of gesust wordt, dat kan je nooit weten. Maar in wezen gaat het over de essentie. En die man op het einde van de reportage, die Israëli uit Tel Aviv, is een heel wijze man, want die heeft gelijk natuurlijk. Hè. Het gaat erom, ga je tot een oplossing komen. Maar mag ik nog één citaat geven? En ik heb er onlangs zitten aan denken opnieuw. We kunnen hem terug uit de kast halen. Is van Clausewitz, de grote krijgshistoricus. Oorlog is de voortzetting van politiek met andere middelen. Zolang men politiek die middelen afsnijdt en dus geen oplossing nastreeft, politiek, ga je telkens opnieuw bij oorlog uitkomen. Mm-hmm. En dat is de tragedie van de voorbije 20 jaar. Ja, en nu een staakt het vuren. Egypte heeft daar een rol in gespeeld. Kan het dat Egypte er ook een rol bij in speelt of belang bij heeft dat er gepraat wordt? Want dat is dan wat je zegt de volgende stap zou moeten zijn. Egypte heeft er belang bij, Jordanië heeft er belang bij. Die wil daar ook zich achter zetten. Maar vooral Amerika zal er zich moeten achterzetten. Want er is nog iets anders dat ik las. Zo van, voor Netanyahu of voor bepaalde fracties, zowel Hamas als Netanyahu, is het voldoende dat er afwezigheid van geweld of terreur is. Maar dat is geen vrede. Dat is een soort van vreemde, bizarre rust. Voorlopige rust. Mm-hmm. Iets dat ze dan controleren. Is er een alternatief aan beide kanten? Zijn er mensen die het gesprek willen aangaan, kunnen aangaan? Wel, dat is nu net de draadjes die, waar Biden, want de Amerikanen zijn de peace broker, die zijn diegenen die het moeten bewerkstelligen, moeten aan gaan sleutelen. Je kan de grote onderhandelingen, maar die liggen al op een paar jaar na 10 jaar geleden. Er zijn zo even kort onderhandelingen geweest. Maar zijn er 25 jaar, is het alleen maar bergaf gegaan natuurlijk. De grote clue is natuurlijk niet alleen twee partijen aan tafel zetten die met elkaar geen akkoord willen. Zowel Hamas bij de ene kant als Netanyahu misschien, en toch alleszins de uiterst rechtse partijen binnen zijn regering, die gaan geen akkoord willen. Maar is eigenlijk van, kijk, hoe gaan we het politieke landschap en de bereidheid tot binnen Israël veranderen en binnen Palestina? En net daar, vandaar dat dit conflict nu zo op een bizar moment komt, is dat net daar er heel veel instabiliteit is. Israël zit met een extreem lange regeringsvorming. Ik weet niet hoeveel verkiezingen geweest, geen duidelijke meerderheid. Wat gaat dit geweld, ook het binnen Israël geweld tussen Arabieren en Joden, wat gaat dit aan dat hele evenwicht veranderen? En gaat er een mogelijkheid komen om daar iets aan te doen? En aan de andere kant, en dus wat zullen de verkiezingen dan eventueel opleveren? En aan de andere kant, er zijn al 15 jaar geen verkiezingen aan de Palestijnse kant geweest. Om maar te zeggen, Abbas heeft één speech gegeven die op niemand indruk maakt.
En het oude leiderschap binnen de Palestijnen is, moet zeggen, vervallen. Zijn, de vervaldatum is voorbij, zullen we maar zeggen. De vraag is of er verkiezingen gaan komen en of daar een nieuw leiderschap komt. En dat zit er wel aan te komen. En over wat voor termijn hebben we het dan? Hoe lang moet dit dan kunnen volgehouden worden, die stilte voor... Israëlische generaals die spraken over als ze enkele jaren rust hebben afgekocht, nu zijn ze blij. Maar ja, dat is een voorlopige rust. Mensen ter plekke zeggen, ja, het kan evengoed maar 5 maanden zijn. Dus ik denk dat er binnen dit en tegen het najaar toch wel enige duidelijkheid, zowel politiek aan de Palestijnse kant als aan de Israëlische kant moet komen. En dan moeten ze samen gaan zitten. En ondertussen worden er beloftes gemaakt door de internationale gemeenschap. We gaan geld geven om Gaza herop te bouwen enzovoort. We hadden eerder in de Ter Zake studio een gast, een oud-VN-envoy voor het Midden-Oosten, Robert Serri, die zei, ja, moet Europa eigenlijk nog wel geld geven voor een opnieuwe wederopbouw als daar geen voorwaarden aan gekoppeld kunnen worden? Wat denk je? Ja, dat klinkt wel goed natuurlijk, maar want het is altijd zo dat men zegt, als de boutade, Amerika levert de wapens aan Israël en Europa betaalt om het puin terug erop te bouwen. Dat klinkt, dat is kort door de bocht. Maar als je dat niet doet, wat krijg je dan? Nog meer uitzichtloosheid? Nog meer radicalisering? Dus ik denk niet dat Europa zijn soft power op een degelijke manier kan gebruiken. Ja, en dan komt het hele verhaal over, moet je gaan die soft power gebruiken om Israël onder druk te zetten, om de twee partijen onder druk te zetten, zeg maar, om naar de onderhandelingstafel te komen. Dat kan ik mij inbeelden. Maar als je gewoon naar de feiten kijkt, en ik heb ze nog eens opgezocht, hè, in 1993, toen de Oslo-akkoorden zijn afgesloten, waren er 100.000 kolonisten, Joodse kolonisten op de Westbank, 150.000 in Oost-Jeruzalem. Dat cijfer is tot 600.000 gecombineerd aangegroeid. In de realiteit, op de grond, wordt een oplossing steeds moeilijker om te vinden. En nu, tijd verliezen, zal het alleen maar moeilijker maken. We blijven het volgen. Dank je wel, Rudy Frans. Het was een ophefmakend interview in 1995. Het interview van toenmalig BBC-journalist Martin Bashir met prinses Diana. Ze sprak er over haar ongelukkige huwelijk met prins Charles en haar mentale gezondheid. Nu blijkt uit onafhankelijk onderzoek dat Bashir Diana tot het interview kon overhalen op basis van valse documenten. Prinsen William en Harry reageren bijzonder scherp. Het rapport komt op een moment dat de rol van de BBC al voorwerp van discussie is. Willem van Mullum en Vicky van den Berg. Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. It was huge. I mean, it is still called the interview of the century. 20 november 1995, een spraakmakend interview van prinses Diana met BBC-journalist Martin Bashir. Diana praat er openlijk over haar huwelijksproblemen, eetstoornissen, een postnatale depressie en een affaire met een legerofficier. Were you unfaithful? Yes, I adored him. Yes, I was in love with him. Het interview doet het Britse Koningshuis en bij uitbreiding de hele natie op de grondvesten daveren. Maar al die jaren waren er veel vragen over hoe dit interview tot stand kwam. En vooral vragen over de rol van journalist Martin Bashir. Vandaag zorgt dit rapport voor naschokken ruim 25 jaar na het interview. Daarin staat zwart op wit dat de BBC-journalist vervalste bankafschriften voorlegde aan Charles Spencer, de broer van Diana. Uit die vervalste documenten moest blijken dat personeel van Diana info over haar zou lekken naar de media. Na het zien van die valse bankafschriften zou Charles Spencer zijn zus Diana overtuigd hebben om in te stemmen met het interview. The fact that he used that kind of deceit in order to further his own career is in itself quite shocking. But as I say, there are individuals in any organization who could behave like that, behave entirely inappropriately. The once that was known by colleagues. Once that was appreciated higher up in the organization, the length that he had gone to, the deception, the forgeries, the fact that they then chose to try and sweep that under the carpet within a publicly funded organization with very high standards of integrity and professionalism, that for me is the most shocking thing. De BBC-bazen van toen, die zijn er niet meer. Bashir nam een week geleden ontslag, officieel om gezondheidsredenen.
maar BBC moet vandaag toch door het stof. Well, I think if you read the report, it's a very difficult read. And it is a important report. I mean, I wanted to find the truth from 25 years ago, and we accept the findings in full. It brings indescribable sadness to know that the BBC's failures contributed significantly to her fear, paranoia and isolation that I remember from those final years with her. But what saddens me most is that if the BBC had properly investigated the complaints and concerns first raised in 1995, my mother would have known that she had been deceived. BBC is voor feiten van zo'n kwart eeuw geleden vandaag de gebeten hond. Het gerecht onderzoekt of op basis van dit rapport een onderzoek moet opgestart worden. En ook de Britse regering voert de druk op. I can only imagine the feelings of the royal family. And I hope very much that the BBC will be taking every possible step to make sure that nothing like this ever happens again. This is a government that is not very friendly towards the BBC. In fact, in many ways, it is very hostile towards the BBC. Next year, it must decide what the funding settlement for the BBC licence fee will be for the second half of its charter for the next 5 years. And that is a very significant lever. The BBC's funding has already been cut by 30% over the last 10 years. And it is not impossible that the government will see this as an opportunity to say, well, this isn't an organisation that is worthy of proper funding anymore. We're therefore going to cut the licence fee. En de andere Britse media die smullen van de openbare omroep die door het stof moet. One of the things the British press loves doing is kicking the BBC as hard and as long as possible. And it will go on doing that for as long as they think their own readers will continue to be interested in it. So they will take this opportunity as far as possible to kick the BBC, rightly, because it deserves to be kicked. But I do think that this is one of the perennial BBC crises that will pass. Dit was Ter Zake. Ivan de Vadder en zijn gasten zitten klaar voor de afspraak op vrijdag. Heel fijn weekend gewenst. Graag tot volgende week.